was even aan het chillen. Zoals je dat doet op vakantie, weet je wel. En ik zat even na te denken. Ik kreeg van heel veel mensen de vraag van, joh, Vincent, ik zie dat je op vakantie bent. Mogen we jou op vakantie nou eens even zien? En dan denk ik bij mezelf, tuurlijk. Natuurlijk, lieve mensen. Ik wil jullie best even mijn vakantiehuis laten zien. Ik heb er echt zin in. Dus loop even mee. En ja, geniet ervan. Nou, kijk. Ik doe even zo. Wow. Dit is de slaapkamer. Kijk, hier. Ja, we gaan vandaag weg. Dus eerst was dit hoe zeg je dat? Bekleed? Nee, hoe noem je dat? Gedekt. Het was tafeltje dekje. Nou, niet tafel, de dinges. En ik weet nog heel goed dat toen het nog een beetje normaal uitzag, zat ik hier zo. Hier zo. Hier zat ik. Hier zo. Dit stond net iets anders hoor. Dat je een beetje een hoe zeg je dat? Dat je een beetje waarheidsgetrouwe situatieschets hebt van hetgene wat er gebeurde. Dus ik zat hier zo. Zo, zat ik. Nee, zo. Ik zat zo. En ik zat hier zo en ik zat te chillen. Sorry hoor, ik heb niet mijn selfie stick, kijk. Beter. En ik zit een teringhard te chillen. Zo ongeveer. En ik dacht bij mezelf op een gegeven moment, weet je, ik ga even verzitten. Zo. Ja, mooi jongen. Je had erbij moeten zijn. Nou, dus dat is ongeveer. Hier heb ik de douche. Hier heb ik aardig wat onder gestaan deze vakantie. Heb je misschien al gezien. Kwek, kwek! Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later. Herman. Ja. Sjaki staat hier. Alles staat al klaar om ingepakt. Dit heb ik niet aangehad. Deze. Ik loop bij zijn joggingbroek. 1 of 2 joggingpakken. En ik neem altijd weer te veel mee. Neem ik 4 joggingpakken mee voor een weekie. Ja, waar gaat dit over, denk ik dan? Waar gaat dit over? Doe even normaal, man. Ah! Hier is het hoofdneukapparaat. Dan kan je vanuit je bed kan je jezelf in je hoofd laten neuken. Lekker, hè? Nou, en hier hebben we dan... dit is het uitzicht vanuit de slaapkamer. Zie je dat wat? Zie je dat leuk? Ja. En dit is een vlek. Zie je dat? Hier hebben ze niet goed schoongemaakt. Teringlijst. Dus daar ga ik een klacht over indienen. Misschien krijg ik nog wel 5% korting de volgende keer. Ja, ik blijf een Hollander. Is toch maar meegenomen. Maar goed. Dit is dan het uitzicht vanuit de slaapkamer. En zoals je ziet. Kan je zo. Als je zin hebt, lekker die andere huisjes in kijken. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat vind ik altijd zo prachtig. Weet je. De wereld met 8 miljard mensen. 8 miljard verhalen. En hier kan je dan. Als ik zo 's avonds een binkje uitlaat. Dan kan ik al die verhaaltjes zien. Ik vind het. Ja. Prachtig gewoon. Maar goed, je zit hier dus op waterhoogte in de slaapkamer. Dus als je dan beneden gaat slapen, neem je echt het meeste risico. En als je een beetje pech hebt, word je wakker, leg je in één keer een bak water. En mocht je wakker worden of hier zijn terwijl het aan het doorbreken is, moet je een beetje zo voor gaan staan. En de kans is dan niet heel dat je het tegenhoudt, maar heb je het in ieder geval geprobeerd. En dat is ook weer wat waard. Nou, ik weet niet of je de rest van het huis nog wil zien. Want ik bedoel, ik ben al 5 minuten bezig met de slaapkamer. Dus dat hakt er ook wel in, denk ik zo. Nou, we doen er nog eentje. Dit is de afstandsbediening. Zie je dat? En uit!